Afgelopen maandag was de opening van het zwerfafvalstation van Wijkhelden op kinderboerderij De Goffert in Nijmegen. Het zwerfafvalstation is een proef van de gemeente Nijmegen en daar om bezoekers van de kinderboerderij en het Goffertpark te stimuleren zich in te zetten voor een schoon Goffertpark. Bezoekers kunnen een knijper, emmer, hesje en zak lenen om in het park of de boerderij als wijkheld zwerfafval op te ruimen. Als wijkheld leveren de bezoekers een bijdrage aan een schone leefomgeving waar ze ook iets lekkers voor terugkrijgen. Het is belangrijk dat we daar vooral ook met behulp van die wijkhelden extra aandacht aan geven, hulp van krijgen om zo ook vooral de bewustwording bij jong en oud wat beter te kunnen laten landen en zo hopelijk ook richting de toekomst. Zoals hier bij de kinderboerderij, van kleins af aan de kinderen en onze de inwoners van de stad bewust te maken van het probleem zwerfafval. Doordat op de Goffertboerderij veel kinderen komen, maakt dit de kinderboerderij een geschikte plek om jongeren bewust te maken van afval in de openbare ruimte. Er zijn momenteel al 8500 wijkhelden in de regio. Het zijn kinderen die met knijpers op pad gaan om afval in te zamelen. En eigenlijk is het belachelijk dat het nodig is, maar we zijn heel blij met de steun van die kinderen. Het zwerfafvalstation biedt de mogelijkheid om op elk moment zonder afspraak een hesje, zak en knijper te kunnen pakken en afval te kunnen gaan rapen. Het is een laagdrempelige manier om het Goffertpark en de boerderij schoon te houden, terwijl het schoonmaken hiervan mensen ook een voldaan gevoel kan geven. We willen eigenlijk besef creëren van, hey, als er iets ligt op straat, fiets het alsjeblieft of loop het niet voorbij, maar pak het op en gooi het weg. Zo willen we een beetje besef creëren van, ja weet je, het park is er voor iedereen, de boerderij is er voor iedereen, laten we het samen heel mooi schoon houden. De DAR doet in samenwerking met de gemeente al veel om de openbare ruimte schoon te houden. In de buitenruimte zijn dagelijks mensen bezig, zowel overdag als in de avonden en weekenden. Bij evenementen wordt extra ingezet om zwerfafval te bestrijden. We hebben sowieso een bewustwordingscampagne hebben gevoerd, dat iedereen gewoon hun rotzooi op moet ruimen. En net wat ik zeg, de afvalhelden, zeg maar, die lopen echt door de hele stad om overal alles op te ruimen. Maar eigenlijk wil ik tegen Nijmegenaren zeggen, zorg voor een mooie openbare ruimte. Iedereen is trots als Nijmegenaar, trots op zijn stad. Maar laat het dan ook echt mooi zijn door de openbare ruimte schoon te houden en ruim je troep op. Thank you.